Vanavond vrijdag 15 maart en wij zijn in Stockholm en ik spreek het niet goed uit, dus zegt u het maar. Het is eigenlijk Stockholm, maar ik kan het eigenlijk ook niet heel goed uitspreken, maar het is Stockholm. Waarom is vanavond deze avond? Want ik heb begrepen dat Stockholm toch wel een hele bijzondere plek is. Zeker is Stockholm een bijzondere plek en vanavond is eigenlijk de eerste avond van een nieuw evenement wat we organiseren. Wij zijn Stockholm, op zijn plat wie zijn Stockholm. Kijk, ik kan het eigenlijk helemaal niet goed uitspreken. Maar Edwin, die straks de lezing gaat doen, die doet het in plat dialect, die kan het veel beter. En we gaan 3 dagen lang laten zien wat we hier allemaal in Stockholm hebben aan verenigingen, organisaties. Maar ook laten we de geschiedenis zien van het dorp. Dus de Heemkundekring heeft een grote tentoonstelling met foto's van hoe het vroeger was, kaartmateriaal. Dus dat is eigenlijk het doel van dit weekend. En vanavond beginnen we met een lezing over de geschiedenis van Stockholm. Nou, we gaan dus zo meteen inderdaad een lezing horen. Die gaat in het donker. Speciaal voor ons is nog even het licht vol aangedaan. Dus daarvan zullen we maar alleen een paar shotjes kunnen laten zien. Ja. Maar morgen komen we weer terug. Ja, heel goed. Ja, heel goed. En wat misschien wel goed is om te vertellen. Ik sta hier namens mijn Stockholm. Ik ben een van de buurtverbinders. En wat we eigenlijk willen bereiken met dit weekend is dat er echt een mix gaat ontstaan tussen mensen die al heel lang hier wonen. Misschien wel geboren zijn. En mensen die hier nieuw zijn komen wonen. En die misschien niet zoveel weten nog van de geschiedenis. Dat is eigenlijk het echte doel van dit weekend. Om die bij elkaar te brengen. Afloop van het verhaal nog even een praatje met Edwin Sveers, een van de beide organisatoren van deze zeer geslaagde avond. Ben je tevreden? Ik ben heel tevreden. Ja, het was het begin van een lang weekend. Wees een Stockholm. En we hebben ongeveer 170 mensen in de zaal geteld. Dat was zelfs meer dan ik verwacht had. Ik dacht een man of 100. Maar 170, dat overtreft alle verwachtingen. Maar zo zie je maar weer dat geschiedenis in het algemeen en ook geschiedenis van je eigen dorp, dat leeft en dat mensen het interessant vinden. Het leeft ook voor mensen buiten Stockholm, heb ik gemerkt. Want ik zat naast een meneer die in Vleuten woont en die zijn vrouw niet meer mee terugkrijgt. Maar die was ook heel enthousiast. Ik merk dat Stockholm ook een hele bijzondere plaats is. Dat had ik nooit verwacht, want het is een klein dorpje, het hoort bij Zeerenberg. Meer wist ik niet. Mm-hmm. Nee, het hoort zeker niet bij Zeerenberg. Misschien is eerder het omgekeerd het geval. Nee, Stockholm is een onafhankelijk dorp al 14 eeuwen. En de Stockholmers zijn trots op zichzelf en op wat ze bereikt hebben. En dat zien we bijvoorbeeld terug in de jaarlijkse kermis en met het carnaval. En ik denk, als je er een beetje moeite voor doet, dat het best makkelijk is om er tussen te komen. Je ziet vanavond ook heel veel mensen die van heinde en verre hier zijn komen wonen, die het hier bevalt. En die ook lid worden van verenigingen en meedoen. En vaak nog actiever dan heel veel Stockholmers ooit.
Ja. En dat is ook de eerste stap die je zelf moet doen als buitenstaander. Want ik heb dat ook ervaren. En ik denk dat het ook de beste manier is om heel veel over je streek te leren. Heb ik hier constant mensen aan lange tafels die iets staan invullen. Ja. Wat hebben die mensen nou gedaan en waarom is dat? Nou, dit is een stamboom van ongeveer 5000 inwoners van Stockholm die hier geboren zijn, gewoond hebben of overleden. Dat is de insteek. Mm-hmm. We hebben dat hier helemaal uitgelegd vanaf A, dus we beginnen met de A tot met Z, sfeers. En de bedoeling vandaag is dat mensen hier de gegevens aan gaan vullen en de ontbrekende gegevens erbij zetten. Wat we heel graag willen is ook foto's erbij. Dus ik heb er vandaag al 20 mensen een e-mailadres gekregen. Die sturen de foto's op, want we willen eigenlijk bij elk gezin minimaal één foto straks hebben. Dat is leuk. Dat is uiteindelijk de doel. En ja, het is niet compleet. Nee. Maar uiteindelijk, we proberen toch over 10 jaar toch wel alles compleet te hebben. Wat is nou de oudste? De oudste, ja, de familie Bronkhorst, hè, die rond 1600 hier geweest zijn. En de oudste familie is ook Derksen, die hier ligt. Dus dat zijn families die vanaf het begin al hier geweest zijn. Ja. En dan zie je ongeveer rond 1850, dat begint Stockholm te groeien. Er komen allemaal mensen van buitenaf komen hier naartoe. Dus de meeste families die hier liggen, die komen rond 1850, 1880, komen ze hier naar Stockholm toe. Fieken, dan zie je dus dat heel constant de aantal inwoners constant blijft. En dan zie je in één keer in 1880, zie je in één keer de groei van Stockholm. En dan zie je ook in 1914 dat er een kerk komt en dan zie je dat er een school komt en noem maar op. Doordat de aanval van de groei. Dus en dan trekt Stockholm aan en we zitten nu denk ik rond de 1100 inwoners ongeveer, constant een klein beetje. En zo groeit dat. En dan kun je dit dus allemaal uitvinden. Dus de meeste gezinnen komen al rond half 1800, 19e eeuw en tot 1910. En dat zijn de gezinnen die allemaal blijven. En ja, tegenwoordig komen mensen van buiten. Dus uiteindelijk moeten die hier dan ook in komen. Die wonen ook in Stockholm. Alleen de stamboompje zal dan heel kort zijn. Hè? Dus één gezinskaart. En dan houdt het ook op. Ja, het zijn geen familiestambomen voor mensen die zich met genealogie bezighouden. Die kunnen er ook wat vinden natuurlijk. Ja. Maar het is hoofdzakelijk registreren welke bewoners hier in welke periode. Ja. Oké. Hier zat het meeste op de witte. Ja, dat is de witte was denk ik daar. Ja, je paard. Dat zijn de loopgaven. Ja, ja. Al die zwarte puntjes van de groot. Yeah.
ben een buurtverbinder. Wat doet een buurtverbinder? Wat wij als buurtverbinders doen, is dat we eigenlijk willen dat inwoners elkaar weer een beetje beter leren kennen. En soms heeft iemand een leuk idee en die vindt dat misschien wel een beetje ingewikkeld om dat zelf te doen. En dan gaan wij zo'n medebewoner helpen om dat idee verder te brengen. Dus dat is eigenlijk wat een buurtverbinder doet. Dus wij, wat we bijvoorbeeld ook doen, dat is echt een heel leuk initiatief, vinden we zelf, is dat als er een nieuwe inwoner in Stockholm komt te wonen, dan gaan we daar met een tasje met spulletjes naartoe en die gaan wij welkom heten. Dus je krijgt een welkomstpakket om juist op nieuwe bewoners meteen kennis te laten maken met het dorp Stockholm. Ja. Dat is leuk. Met hoeveel zijn jullie? Want je zei wij. Ja, we zijn met z'n vijf. We zijn vijf buurtverbinders. Dus wij verdelen onze taken. Een initiatief die we 2 jaar geleden zijn begonnen is het huiskamerrestaurant. Dus 1 keer in de maand kopen wij in de pastorie. En elke maand komen daar nu 30 mensen eten. En hebben daar een gezellige maaltijd. En ook dat is een hele mooie mix tussen mensen die hier al heel lang wonen. En die hier redelijk nieuw zijn in Stockholm.